De thuiswedstrijd tegen VVOG won Noordwijk met 6-1. 5-0 stonden toen al bij rust. En ook in de uitwedstrijd begint Noordwijk voortvarend. Met Westdijk die al vroeg in de wedstrijd de lat raakt. Hoekschop voor de Noordwijkers een paar minuten later. Met hier Roshanali. En die schiet de bal ook tegen de lat aan. 20 minuten gespeeld en dan al twee keer de lat geraakt door Noordwijk. Waar de keeper van VVOG al tot tweemaal toe is behandeld voor een blessure aan zijn been. Hier schiet Kornberg de bal weg. En dan raakt hij wederom geblesseerd. En dan is het einde oefening voor de sluitpost van VVOG. Hij moet het veld verlaten. En Polhout is zijn vervanger. Dat is een aderlating voor de thuisploeg. Halverwege de eerste helft. Archify, de diepte ingestuurd door Smith. Behendige aanvaller is dat van Noordwijk. Houdt hier twee spelers van VVOG bezig. Komt toch tot de voorzet. Wat heet! Een doelpunt voor Noordwijk. Nick van Staveren kopt hem binnen, de 0-1. Prima kopbal van Staveren. En een goede voorzet van Archify na die prima actie even daarvoor. Het is alweer het 14e doelpunt van het seizoen voor Van Staveren. Hij is de clubtopscorer van Noordwijk. Noordwijk dus op voorsprong. Hier de grote kans voor VVOG. Maar Meulens neemt de bal aan in plaats van dat hij in één keer schiet. Had hij in één keer geschoten en de bal was tussen de palen geweest, had het wel zijn doelpunt kunnen zijn. Nu nam hij de bal aan en gaf hij daarmee Noordwijk de kans om de bal te onderscheppen. En met succes voor Noordwijk. Tweede helft. Als hier Van Staveren een grote kans krijgt. Redding van de keeper. En in tweede instantie. Ja, je ziet hem aankomen. Hè? Westdijk met de 0-2. En dan zit Noordwijk op Rozen. Brukker met de voorzet. Die even daarvoor goed voor de onderschepping zorgde. Van Staveren ziet zijn schot in eerste instantie nog gekeerd worden. En de rebound is voor Westdijk. En die viert het met de supporters die vanuit Noordwijk naar Harderwijk zijn meegereisd. Archify met de voorzet. Komt de bal daar voor de voeten terecht. En de redding van Polhout. Prima redding van de keeper van VVOG. Is het geen gemakkelijke bal. Zo hard strak over de grond. Houdt zijn ploeg ermee in de wedstrijd. Archify met de vrije trap. Land bij de tweede paal. VVOG krijgt de bal niet weg. Krijgt Noordwijk een kans. Van Staveren. Recht in de handen van de keeper. VVOG is niet gevaarlijk in de tweede helft. Dit is de eerste keer dat de thuisploeg eruit komt naar rust. En het schot gaat voorlangs van Kersten. Zou ook het enige gevaar zijn in de tweede helft van VVOG. Noordwijk op jacht naar de 0-3. Kan zomaar vallen. Hij valt niet. Want dit schot van Westdijk wordt gekeerd door de keeper. Kees Zethoff daar rechts in beeld, de trainer van Noordwijk, ziet dat zijn ploeg de drie punten mee naar huis gaat nemen. En laat je Denzel James invallen. Een aantal weken geblesseerd geweest. De razendsnelle aanvaller van Noordwijk die volgend seizoen voor Sparta Rotterdam gaat voetballen. Maakt zijn rentree na blessureleed. En kan in de slotfase van de competitie mee gaan doen. Noordwijk wint. En als ze nog drie keer winnen, dan zijn ze kampioen. De eerste van de vier finales is gewonnen, nog drie te gaan. Jij gebruikt het woord finale, doen wij niet. Maar jij het? De laatste vier wedstrijden. En kijk, dat zien we als een aparte competitie. Wie gaat de laatste vier wedstrijden zeg maar, het beste doorkomen? Nou, de eerste hebben we gewonnen. En dat is de insteek van het verhaal. Maar het woord finale heeft geen zin om dat woord te gebruiken.